Spanje dus. In de vorige ronde hadden ze geen enkele moeite met Zwitserland. Voorzet bij Bonmati. Stuurt 2-3 mensen het bos in. En tussen 5 Zwitsers in rond ze af. Schitterende treffer. Spanje is een land in het zuiden van Europa. Als je vanuit dat land recht naar beneden een tunnel zou graven, kom je uit in Nieuw-Zeeland. Het land waar de wedstrijd wordt gespeeld. In Spanje heb je nogal wat opmerkelijke tradities. Stierenrennen bijvoorbeeld. En tomaten gooien. In een klein dorpje wordt elk jaar het grootste voedselgevecht van de wereld gehouden. Ja, wat nou als iemand met een tomaat een tand uit je mond gooit? Komt dan de tandenvee langs? Nee, niet in Spanje. Daar hebben ze muisje Perez voor. Kruipt onder je kussen, neemt je tand mee en laat een klein cadeautje achter. Doe mij maar een overwinning van Nederland. Voor de wedstrijd spelen ze natuurlijk beide volksliederen. En ik kan je wel eens verklappen, de Spanjaarden gaan niet meezingen. Raar, maar waar, hun volkslied heeft geen tekst. Dan de onze. Daarin zingen we over. Zit zo. Toen het Wilhelmus geschreven werd, was Nederland bezet door Spanje. En dat is natuurlijk al lang niet meer zo, maar die zin is nooit meer verdwenen. Dan het team. Ik kan je vertellen, die zijn best goed. Veel spelers zitten bij FC Barcelona en wonnen dit jaar de Champions League. De grootste ster van allemaal is Alexia Putellas. De afgelopen 2 jaar werd zij uitgeroepen tot beste speler van de wereld. Nu ben ik toch wel een beetje bang. Maar het komt goed. Wij hebben namelijk een echte spion van Oranje. De half-Spaanse Damaris Egurola. Zij kan doen alsof ze bij de Spanjaarden hoort. En zo voor totale verwarring zorgen. Pasa el balón a Holanda. Geef de bal aan Nederland. Trappen ze sowieso in. Gracias.